de stigma van gezin op reis en wij zijn een weekendje in de Eifel. De Eifel staat al in onze top 10 kindvriendelijke bestemmingen in Duitsland, maar we werden door het Duits verkeersbureau uitgedaagd om een bestemming die we al een beetje kennen, nog beter te leren kennen. En dat doen we vanuit een Novasol-huisje in Gerolstein. We zijn in de Teufelskloof, de Duivelskloof, op de grens van Luxemburg en Duitsland, vlakbij Budburg. En het is een grote kloof van Luxemburgse zandsteen en het is één grote speeltuin voor kindjes en voor papa's. Eifelpark en dat is een superleuke mix van een dierenpark en een pretpark. En op sommige stukjes lopen de dieren zelfs vrij rond. We hebben al herten gezien en moeflons. En dit is ons Novasol huisje. Kom je mee binnenkijken? Wolfs- en Adelaarspark Kasselborg en hier gaan we een show met roofvogels bekijken. Kijk, we hebben ook toffe kastelen! We hebben het echt super tof gehad en er is nog veel meer te doen in de Eifel dan we al dachten. En lees vooral ook ons uitgebreide blog op Gezin op Reis voor nog meer tips.